Het Nationaal Informatieinstituut, NII, heeft namens president Bouterse bekendgemaakt dat de aangekondigde reshuffling van de Raad van Ministers in een afrondende fase is. Op de samenleving wordt een beroep gedaan niet af te gaan op speculaties in de media. Volgens het NII zal de gemeenschap omstandig worden geïnformeerd zodra de voorbereidingen van de reshuffling zijn afgerond. Dit persbericht is gestuurd naar aanleiding van de aanhoudende geruchten op social media, al zouden de ministers van Openbare Werken en Sport- en Jeugdzaken, respectievelijk Jerry Miranda en John de Goyo, de wacht zijn aangezegd.